hebben een literatuurstudie gedaan over groepsdynamiek en groepsdruk voor het forensische jeugdwerkveld. En in de literatuurstudie gaan we in op hoe groepsdynamiek eigenlijk werkt en hoe groepsdruk bij jongeren tegen kan worden gegaan. De studie is bedoeld voor professionals in het forensisch jeugdwerkveld. Nou is dat heel breed. Maar dan moet je denken aan reclasseringswerkers, onderwijsprofessionals in het forensische werkveld. Maar ook vooral groepsleiders bijvoorbeeld, die met groepen jongeren in het forensisch veld te maken hebben. Voor het werkveld levert het verschillende inzichten op en ideeën over hoe je kunt omgaan met groepsdynamiek. Klein voorbeeld is hoe je bijvoorbeeld bij verplichte groepsactiviteiten aandacht moet hebben voor de rol van autonomie van de jongeren zelf. Dat blijkt heel erg belangrijk, omdat het anders stigma kan vergroten. Het is een literatuurstudie, dus het is geen tool die je kunt implementeren. Maar we hebben wel een aantal aanbevelingen die voortkomen uit die literatuurstudie. En we zien dat er eigenlijk geen training is of structurele training binnen het forensisch jeugdwerkveld. Dus een van onze aanbevelingen is ook ontwikkel samen met het veld eigenlijk trainingen om te zien nou, wat heeft nou eigenlijk invloed op dat groepsproces. Voor zowel professionals als voor jongeren. Dus dat is de eerste. En wat we ook zien, en dat is wel opvallend, dat heel veel literatuur is dat inzoomt op negatieve groepsdruk en hoe jongeren in een forensisch jeugdinrichting bijvoorbeeld elkaar negatief zouden beïnvloeden, terwijl er ook positieve groepsdruk bestaat. Dus wij zouden eigenlijk willen aangeven of aanbevelen dat we daar ook op inzoomen en dat ook monitoren van in hoeverre bestaat nou eigenlijk ook positieve groepsdruk en stimuleren jongeren elkaar. Het derde punt wat we meegeven in de literatuurstudie is dat we eigenlijk ook de rol van social media willen belichten daarin. Zeker in de transitie van binnen een inrichting naar buiten toe. Daar zie je dat jongeren eigenlijk met social media heel veel tijd doorbrengen. En ook daar kan groepsdruk ontstaan om iets wel of niet te doen. Dus we zouden daar meer aandacht voor willen vragen. En tot slot, het is een literatuurstudie, dus praktijkgericht onderzoek naar wat nu daadwerkelijk voor welke groep werkt, nou ja, dat zou heel mooi zijn.